Hallo allemaal, hier zien we op dinsdagavond rond 6 uur loonbedrijf Korenberg wat ronde banen persen. Het is dinsdag 15 augustus 2023. Hier vlak achter de stal, een paar korte stukjes. En dus ook kleine stukjes waar wat banen perst. Ik ben inmiddels aan het melken en deze beelden zijn gefilmd door mijn zoon. Deze perceel had ik het voorste stukje uitgemaaid, omdat ik het gras daar wat minder mooi vond. En de koeien wil ik hier gaan laten weiden. En ik dacht, dan staat voorste eruit en de rest ziet er veel smakelijker uit. En dit komt in de baal en dan smaakt dat straks ook prima over een aantal weken als ze het dan op moeten eten. En dit is verder nog prima kwaliteit voer. Niet meer de kwaliteit van het meigras. Maar hier kunnen we ook de koeien nog prima van voeren. Wat later in het seizoen, als ze dan maaien, dan gaat dat voer naar het jongvee. Die hoeven er geen melk van te geven. Maar die kunnen daar dan wel weer goed van groeien van het najaarsgras. En ook het afkalfeitje hadden we weer even glad gemaaid. Zat niet veel op. Maar dan ziet dat er ook weer netjes uit. En als het melken klaar is, dan ga ik met de oude Renault trekker het land in. Om de balen bij elkaar te gaan zetten. Want ervaring heeft ons geleerd dat als de balen bij elkaar staan, dan pikken de vogels ze niet zo gauw kapot. En hier links, daar was de natste hoek. Het water is weggezakt. Je kunt nog wel zien waar de trekker met balenpersen gereden heeft. Maar er is eigenlijk niets kapot gereden. Dus hier zie je straks niks weer van terug. En dat valt me gelukkig heel erg mee. En hier de volgende ochtend haalt mijn zoon de balen uit het land. En ik ben ook in het land. Want ik ga de draad aan de andere kant van de greppel zetten. Want dit hoop ik aan de andere kant van de draad over een paar dagen te maaien. En dan gaat hij weer heen met een ronde baal achterop. Het land is mooi vlak, dus hij geeft flink gas. En dan ben ik hier zelf bij wat de natste hoek was. Gisteravond filmde ik dit al. En nu de volgende ochtend zie je al steeds minder van dat het een natte hoek was. En hier rijdt mijn zoon met de trekker het land uit. Door de dam met de damposten, dat zijn bielzen waar ik met de cirkelhark tegenaan gezeten heb. Maar gelukkig, hij kijkt beter uit. Groetjes en tot de volgende keer.